Uiteraard speelt KCC tegen DVO. De Duvel moest ermee spelen. Ja, de competitieplanner die heeft het weer goed uitgezocht, denk ik. Ik geloof niet zo in toeval, dus ik geloof niet dat het loting is. Maar een mooie start. Ja, vindt iemand jou dan heel leuk of juist heel vervelend? Weet ik niet. Ik heb mijn eigen mening. Dus er zullen mensen zijn die mij vervelend vinden. En andere mensen vinden het leuk dat ik een eigen mening heb. Maar vind je het ook echt leuk om hier te starten met deze wedstrijd? Ja, natuurlijk. Ik heb hier twee mooie jaren gehad. We hebben de doelen gehaald die we wilden halen. Korfbal League, hoofdklassefinale, erin gebleven. Ik vond het leuk om net de kantine binnen te lopen en allemaal mensen weer de hand te schudden. En daarover te hebben. Dus, ja. Jij loopt hier niet de deur binnen met dat je dan koud zweet krijgt van een 24e goal die wel of niet valt? Nu niet, nee. Vorig jaar wel. Dat was een hele andere spanning. Maar uiteindelijk hebben we het geflikt en daar ben ik nog steeds heel trots op. Heeft dat nog lang door je hoofd gespeeld daarna? Nou ja, daarna niet meer, want je hebt het kunstje gedaan. En je bent rechtstreeks gehandhaafd als promovendus. En dat was in eerste instantie ons doel en dan moet het ook maar lukken. En ja, dat het dan op zo'n laatste seconde aankomt met ook nog een doelpunt dat moet vallen. Ja, dat zijn scenario's die je op voorhand niet bedenkt natuurlijk. Het enige wat jij waarschijnlijk op voorhand bedacht had, degene die die goal maakt, die neem ik mee. Nou nee, want uiteindelijk stond Gert-Jan al wat langer op het blaadje van DVO. En ik heb me daar in die periode ook helemaal niet mee bemoeid. Ik heb vooral de gesprekken door DVO laten voeren. Maar ik heb wel gezegd dat ik wel gecharmeerd van hem ben, uiteraard. Ja. Nu, het begint weer, dus dat is sowieso, dat vind je toch fantastisch, neem ik aan? Ja, tuurlijk, dit doe je het voor, joh. Dit is mooi, zijn mooie wedstrijden, volle tribunes, spanning. Weet je, daar hou ik wel van. En hoe staat jouw oude nieuwe club DVO ervoor? Ja, volgens mij wel goed. We hebben natuurlijk maar een hele korte veldperiode gehad met vier wedstrijden waar we wisselvallig hebben gepresteerd. We verliezen bijvoorbeeld van Deltos, maar winnen wel van PKC. In de zaal hebben we een redelijk goede voorbereiding gedraaid tegen leagueploegen, maar ook tegen hoofdklassers. Waarvan we daar dan uiteindelijk één verloren, één gelijk en ik geloof vier of vijf gewonnen. Dus we hebben wel vertrouwen. Ja, want waar speel je dan voor? Speel jij voor handhaving? Ja, keihard. Kijk, DVO speelt al de laatste 4-5 seizoenen voor handhaving. Alleen ik wil nu rechtstreeks handhaving. Dat gestres op het laatst, dat probeer ik ze voor te behoeden. En dat is zo'n klus op zich. Daar heb je ervaring mee? Inmiddels wel. Maar het gaat om de spanning. En het gaat ook om wedstrijden spelen en niet zomaar wedstrijden weggeven. En dat hebben we vorig jaar met KC wel heel goed gedaan. We zijn er een paar keer afgegaan, echt afgegaan. Maar vooral hebben we onze huid wel duur verkocht. En we hadden ook respect voor van de tegenstanders. Dus, als jij denkt over dat KCC, dat is jouw tegenstander nu, hoe denk je dat die ervoor staan? Dat kan ik moeilijk inschatten, want ze hebben op het veld niet zoveel weerstand gehad. In hun oefenwedstrijd in de zaal ook niet echt. Dus ik ben benieuwd hoe ze vandaag voor de dag komen. Dat kan ik niet zo goed inschatten. Nee. Ik ken dan een hoop mensen natuurlijk wel, ik weet wat hun kwaliteiten zijn. Maar ja, nu op dit niveau het weer laten zien, dat zal blijken. Ja, maar ze beschikken niet meer over Meerkerk, want ze beschikken ook niet over Christian Dekkers. Ze beschikken niet over Elisa Roest. Nee. En dan snap ik dat jij natuurlijk diplomatiek en aardig wil zijn, maar dan zeggen mensen van buitenaf, dat kan wel eens lastig worden. Ja, maar dat is ook een logische gedachte, hè? Want het waren de drie sterkhouders van vorig jaar. En Gert-Jan en Chris maakten samen 223 goals. En Elisa pakte er ook nog een berg goals bij. En wordt ook nog eens een keer getorpedeerd tot de beste rebounder van de league. Dus je hebt twee topscorers in huis en een van de beste rebounders in de league. En die vertrekken. Ja, tuurlijk voel je dat. Maar ik denk dat KCC in de breedte goed genoeg is om dat deels op te vangen. Maar ja, die 223 doelpunten, dat zijn er wel veel natuurlijk. In voetbal zeggen ze dat ook wat. Je moet wel goals. Je kan fantastische spelers hebben en je kan een brede selectie hebben. Iemand moet ze er wel ingooien. Nou ja, dat blijkt. En uiteindelijk hebben we daar vorig jaar ook mee gered. Die mannen waren heel belangrijk en daar hebben mensen ook een mening over. Die vonden ja, misschien wel te belangrijk. Ja, hoezo? Die mannen hebben ervoor gezorgd dat KC dit jaar ook weer in de league staat. Of mede. Hè? Nou, daar moet je alleen maar dankbaar voor zijn. Jij kan het wel een beetje inschatten met de rest van de selectie. Ze gaan het waarschijnlijk wel lastig krijgen. Geef je ze toch ook wel een goede kans om erin te blijven? Misschien zelfs rechtstreeks? Want je kent ze wel een beetje. Kijk, Gert-Jan gaat weg, die overlegt met Christian, die gaat ook weg. Dan kan je ook het idee van, oh god, alles kruimelt zo, weet je wel. Brokkelt af. Nou, de mentaliteit zit wel goed hier. Dus de wedstrijdmentaliteit is er. Ze zijn gewend om te vechten. Inmiddels hebben ze een jaar league overleefd. Is ervaring. Dus ja, als ze dat meepakken. Want een groot deel van wat er nu straks in de basis staat. Heeft ook echt wel minuten gemaakt in de league. Weet je dus. Er staat wel meteen enorme druk op, hè? Als jij speelt voor handhaving. En zij sowieso ook.
Ja, maar dat weet je van tevoren. Dus dit zijn belangrijke potjes. En je kan het natuurlijk heel bagatelliseren om te zeggen, ja, het is de eerste ronde, doet het allemaal niet zo toe. Maar natuurlijk is het belangrijk wie er vandaag hier wint. Dat zijn twee punten die je wel vast naar binnen hebt. Nou ja, als je dat zegt, dan merk ik dat je dat ook echt voelt zo. Natuurlijk. Ja, maar dat zou raar zijn als ik het niet zou zeggen. Kijk, want je kan ook naar de volgende wedstrijd kijken. Je moet het elke week weer doen. En zeker een ploeg als DVO, als KCC, moet er gewoon elke week keihard strijden voor de punt tegen wie dan ook. En als je dat kan en opbrengt, ja, dan weet je aan het eind van de rit of dat voldoende is. Nou ja, vorig jaar bleek het voldoende voor KCC. En de grootste concurrent, dat is de laatste vraag dan eigenlijk, dat is misschien dan toch Detos of niet? Ja, nou ja, ik denk dat DVO, KCC, Detos, misschien wel DOS, KZ, ja, daar moet je het in zoeken. En daar moeten wij proberen de strijd mee aan te gaan. En uiteindelijk is onze doelstelling om twee ploegen onder ons te houden. En wie dat dan zijn, ja, dat boeit me dan niet zo heel veel.